Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn hier op het Mediapark werd vermoord. Een inktzwarte dag voor Nederland. We debatteren dan ook over zijn nalatenschap. En dat doen de jongeren hier met deze man. Ja, 21 fractievoorzitter Joost Eerdmans. Joost Eerdmans. En ja, 21 fractieleider Joost Eerdmans. Hartelijk welkom. Energie wordt kernenergie. Maar laten we nou in deze zaal niet allerlei zaken weer onder het tapijt duwen. Dit is niet meer bij te sturen. DJ. Ik ben ook in het avondleven DJ Jopie. Ja, 21. De enige kans op een regering over rechts. Welkom, meneer Eerdmans. Dankjewel. U bent fortuinist in hart en nieren. Het is vandaag de 20e sterfdag van Pim Fortuyn. Is dit een zware dag voor u? Nou, zwaar, dat is vooral... Ja, ik vind het eigenlijk een hele belangrijke dag. Om weer te beseffen wat er gebeurd is. Dat je dat blijft beseffen. Dat hier iemand is vermoord om wat hij zei. Hè, zijn mening gaf. En dat we dat met z'n allen, waar we allemaal bij waren, hebben zien gebeuren. En dat dus ook de les is voor de toekomst. Dat we dat nooit meer laten gebeuren. En dat we koesteren dat iedereen zijn mening mag hebben. Juist. Ja, zoals dat hier ook vanavond gebeurt. In 2002 kwam u de Tweede Kamer in voor de lijst Pim Fortuyn. Nou, inmiddels bent u fractievoorzitter in diezelfde Kamer voor Ja 21. En ja, de term populist is eigenlijk een eretitel voor u, als ik het goed begrijp. Ja vind ik wel. Ik vind het eigenlijk een geuze titel. Omdat ik het, ik vind het een heel belangrijk mechanisme om mensen in de oudere politiek, zeg maar, aan het denken te zetten en ook wakker te schudden. Ja, nou, verschiet niet al uw kruid, want dit is precies de stelling waar we het over gaan hebben vanavond. Die luidt namelijk: 20 jaar populisme is een zegen geweest voor Nederland. Nou, is het debat heet 10-1, maar misschien is iemand van jullie het wel eens met meneer Eerdmans. Is dat zo? Ah, kijk, Lia. Nog iemand die het eens is? Bram ook. Nou, dan mogen jullie zo dicht mogelijk aan de kant van meneer Eerdmans gaan zitten. Dan doen we even een kleine switch. En kijken we naar afloop of het nog meer verschuiving heeft opgevoerd. Wellicht, dan heeft u het erg goed gedaan. U bent voor de stelling, dus aan u de eer om dit debat af te trappen. Kijk, populisten zijn mensen die een ingewikkeld probleem op een heldere en eenvoudige manier kunnen uitleggen aan een groot publiek. In die zin vind ik populisten ook ijsbrekers. Die maken de weg vrij, die openen het debat over moeilijke thema's. Zoals Pim Fortuyn dat deed inderdaad 20 jaar geleden. Het is niet hetzelfde als gewoon het volk maar napraten. Dat is eigenlijk een groot verschil wat je daarin kan zien. Ik denk dat populisme heel gezond is om het wakker houden van de politiek. Het te beïnvloeden van het debat en het beleid de afgelopen 20 jaar. En een belangrijk ander punt van populisme is dat het veel kiezers die normaal gesproken niet gaan stemmen naar de stembus haalt. Juist. Julian. Ja, 20 jaar geleden hadden wij inderdaad Pim Fortuyn. En het was inderdaad misschien wel nodig om een keer die maatschappelijke thema's, die problemen waren, om die aan te kaarten. Maar de laatste 20 jaar hebben wij een constante parade van politiek draaideuropportunisme gehad. Met populisten die beweging na beweging weer afschaffen en opnieuw opzetten, weer afsplitsen en doorgaan. En alleen maar bezig zijn met het scanderen van ondoordachte non-oplossingen over echte maatschappelijke problemen. Dat lijkt me niet een zegen voor Nederland. Ik hoop dat u verandering erin kan brengen, maar de laatste 20 jaar hebben wij niet veel gehad aan het populisme. Maar Julian, ik denk dat je een belangrijk onderscheid moet maken tussen populisme en opportunisme. Kijk, opportunisme is gewoon dingen beloven die niet kunnen, makkelijke praatjes, mensen bedriegen eigenlijk. Terwijl populisme is feitelijk gewoon voor een groot publiek vertellen hoe het in elkaar zit en ook voelen wat een meerderheid van de bevolking wel wil of denkt, maar waar de gevestigde politiek geen ruimte voor geeft. Jolijn? Nou, ik vind het toch jammer dat u het nu zo probeert te framen alsof populisten simpele oplossingen, maar wel werkelijke oplossingen geven. Want het is gewoon niet waar. Als we bijvoorbeeld kijken naar het klimaatprobleem, dat is echt een werkelijk allesomvattend complex probleem. Dat treft ons allemaal. Maar wat zeggen populisten? Die zeggen, ja joh, we gaan gewoon uit dat klimaatakkoord, als het eenmaal zover is, joh, dan hogen we die dijken wel wat op, ja. Maar dat is gewoon, daar hebben wij niks aan. Want dat doet nog niks aan alle andere problemen die klimaatverandering ook teweeg zal brengen. En daarmee schuif je ook het probleem af op ons, jongeren, de volgende generatie. Populisme laat de jongeren in de steek. Nee, populisme is niet feiten wegzetten of ontkennen. Ik ben ook een klimaatrealist. In dit opzicht voel ik mij wel een populist, omdat ik voel dat een heleboel mensen in Nederland wel vinden dat het klimaat verandert. Maar we moeten ons niet proberen het klimaat te gaan veranderen. We moeten ons juist wel aanpassen aan dat klimaat. En dat kan op een deel, zoals je zegt, met het verhogen van de dijken en het waterbeheer. En voor een ander deel zullen we inderdaad moeten kijken naar betere, wat goedkoper oplossing dan we nu verzinnen. Want we hebben nu 35 miljard gestopt in een klimaatfonds, waarvan ik denk, China die heeft het in 3 uur
allemaal omvergeblazen wat wij hier met 35 miljard aan het proberen zijn. Oké, dank u wel, meneer Erdmans. Ik wil graag naar Robin. Het is volgens mij duidelijk dat populisme niet een superheldere definitie heeft. U zei net voordat het debat begon dat u het heel erg belangrijk vindt dat elke politici haar mening kan uiten. Maar hoe kijkt u dan naar het feit dat iemand met een fakkel voor het huis van mevrouw Kaag stond? Want ook dat was deels veroorzaakt door een van de grootste populistische partijen in Nederland, op nu moment de FVD. Want populisme wordt ook gekenmerkt door die strijd tegen de elite. En als dat doorslaat, dan kunnen politici helemaal hun werk niet meer doen. Dan moeten ze worden beveiligd. Is dat ook populisme? En draagt u daar dan ook alsnog de geuzennaam voor? Goeie vraag en ook een goede opmerking. Ja, ik vind de ene populist is de andere niet. Dat zie je ook in de wereld. Ik voel mijzelf een populist, maar ik zal nooit iemand opjuinen om met een fakkel langs de huizen te gaan. Ik vind wel dat de elite, als je het zo moet noemen, dat noem ik meer de gevestigde politieke partijen, fouten maken in het ontkennen van migratie als een belangrijk probleem. Wat veel Nederlanders zien. Klimaat, de aanpak daarvan veel te duur en irreëel. Europa, waar we elke keer onze bevoegdheden aan moeten afdragen, door de Nederlandse regering bepaald, vinden heel veel mensen in Nederland die willen dat niet. Dus ik ben het heel met je eens. Er gaan mensen over de schreef die ook die naam dragen, het populisme. Okay. Maar ik ben het daar absoluut niet mee eens. Oké, okay. Sarah. Ja, meneer Edemans, u heeft het de hele tijd... Edemans. Hoort dit bij jouw bijdrage? In ieder geval, Joost, ja. U heeft het, de hele tijd over gevoel. En dat is ook waarom ik populisme persoonlijk oppervlakkig vind. Het gaat meer in op sentiment dan het probleem. Vaak wordt het probleem ook maar van één kant bekeken. Denk maar aan Wilders, die de uitspraak maakte dat Marokkaanse jongens de straten onveilig maken. Iedereen kent het wel. Willen wij meer of minder Marokkanen? Minder, minder. En daarom vind ik dat populisme meer zegt wat het volk wilt horen en niet wat het volk nodig heeft. Nou, Lia, of wilt u reageren? Nou, geef de beurt aan uw medestander. Mag, zeker, Lia. Nou, Sarah, dan neem ik het nu even op voor meneer Eerdmans. Waar het hier om gaat, jij noemt het oppervlakkig, ik noem het relativering. Het gaat hier om dat wij in een maatschappij leven met z'n allen waarin uitersten worden gedacht. Waar politici vaak in uitersten boven ons staan. Zoals je het net al zei, Robin, de elite. Dat idee heb ik ook echt. Het gaat er vaak om dat politici een hogere rang hebben en dat ook bekijken van bovenaf. Wat ik van een populist vind, ik vind dat zij het relativeren. Het nuchter bekijken en dit vervolgens nuchter in de praktijk toe kunnen voegen. En daar is ook bijvoorbeeld een bijeen een hele mooie optie in. Dus het is niet altijd rechts. Het is niet altijd klimaat op de laatste rang. Dank je wel, Lia. Er wordt logisch naar gekeken. Helder. Tom. Laten we het hebben over de zwarte bladzijde die 20 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Namelijk de moord op Pim Fortuyn. Pim werd razend populair in Nederland en dat was misschien ook terecht. Maar daardoor zorgde hij ervoor dat hij zo ontzettend veel achterban nodig had, die vervolgens ging teleurstellen. Na meneer Fortuyn is Wilders aan de beurt geweest. Na meneer Wilders is Baudet aan de beurt geweest. En nu mag u het proberen. Maar keer op keer op keer weet de populist de kiezer teleur te stellen. En dat is zonde, want daarom staat er continu weer een nieuwe populist op die met een wijzend vingertje weer gaat zeggen dat de gevestigde orde het niet goed doet. En ook die zal teleurstellen. Maar ze hebben allen een functie gehad. En Pim Fortuyn stelde teleur omdat hij werd vermoord door Volkert van der Graaf hier vlakbij. Dat is de reden dat hij niet verder kon. Wilders heeft absoluut een functie gehad. En zeker in het begin om het debat over de islam open te breken. Kun je het mee eens zijn of niet, maar hij had die functie. Daarna had Baudet dat ook, totdat het volledig instortte al daar. Het heeft een functie om die gevestigde macht wakker te schudden en wakker te houden. Het heeft een functie. Ja. Julia. Ja, wakker te schudden en wakker te houden. Maar er is ook een heel groot probleem. En dat is het feit dat populisme er juist voor zorgt dat er een gigantische afstand ontstaat tussen het volk zelf. Dat zijn de mensen inderdaad die de fakkel pakken en die naar het huis van mevrouw Kaag gaan om daar eens eventjes haar wat te laten zien. En dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat Hugo de Jonge op straat niet eens meer met zijn gezin kan lopen of uit moet kijken waar hij ook gaat. Het probleem is juist dat de problemen zo ontzettend groot worden gemaakt en ook zo gedramatiseerd voor de mensen, dat zij er niet meer goed mee om kunnen gaan en dat er mensen zijn die inderdaad een gigantische afkeer krijgen tegen die elite. En dat zorgt juist voor onveiligheid. Maar die elite zorgt zelf ook voor een groot deel van het probleem. Want die ontkent zaken, communiceert te weinig of levert niet. Kijk, je kunt ook de stelling hebben, wat heeft 20 jaar gevestigde orde eigenlijk opgeleverd? Nou, ik denk dat heel veel mensen in de huiskamer denken, nou, verrek te weinig. En Mark Rutte valt tegen. En mevrouw Kaag valt tegen. En we gaan eens wat anders stemmen. En dat is maar goed dat dat kan. Want er zijn partijen zoals die van ons om dat recht te zetten.
Ja, we hebben het in dit debat nu steeds over de politieke leiders van populisme. En dat is nou juist het probleem. Want dat is het probleem van populisme. Populisme valt of staat bij een charismatische, populistische leider. Neem nou lijst Pim Fortuyn. En ik ben het met u eens. Het is echt verschrikkelijk dat hij is vermoord. Maar wat zagen we? Er is daarna een coalitie gevormd met die partij. En na 4 maanden viel die partij al uit elkaar door geruzie binnen de partij. De partij werd stuurloos. Dus hierin zien we gewoon, zonder die charismatische leider is het politisme niks waard. 3, 2, 1. Nou, ik vind dat u zich tanig geweerd heeft tegenover deze 8 toch wel hele felle debaters. Hoe hebben jullie gekeken, jury? Ja, er sprongen voor mij echt 2 mensen uit, vond ik. Sarah, je hebt iedere keer weer een comeback. Dat is echt bewonderenswaardig, vind ik, hoe je iedere keer weer het debat ook zo weet te trekken met dat minder. Het volk wil, het volk krijgt te horen wat het wil, maar geen oplossing. Vond ik heel sterk. Daarmee trok je het weer naar een ander niveau. En datzelfde vind ik eigenlijk ook voor Jolijn. Dat je met concrete voorbeelden komt. Het klimaat, charisma aan het einde. Dat zijn hele interessante wendingen in het debat. En wat me ook heel erg aantrok, Lia, is dat jij hem ook breder trok door te kijken, ja, hoe zit het eigenlijk met partijen als Bijeen? Is dat dan ook niet populisme? Ja. Heel sterk. Julia. Nou, ik was weer diep onder de indruk. Maar ik had één tip. Joost Eertmans is al 20 jaar en misschien wel langer dag in dag uit aan het debatteren. Dus het is een hele sterke debattant. En als je er tegenin wil komen, kijk, hij geeft het woord niet weg. Dus als je gaat staan om duidelijk te maken dat je het woord wil nemen, ga er dan ook, gooi je fysiek erin. Dus Sarah deed dat 1 keer. Die maakte zichzelf groot en die nam de ruimte. Maar ook als je staat te wachten op de beurt, sta niet te wachten zo braaf, want dan krijg je in het echte debat beurt niet. Gooi je fysiek erin en zeg wat je te zeggen hebt. En verder, ja, ik was het helemaal eens met wat jij zei. Ja, nou ja, Joost Eertmans is een hele slimme debater. Dus die stuurde jullie eigenlijk in het begin het bos in door over dat frame populisme meteen zijn eigen draai te geven. Nou, hadden jullie ook wel een beetje moeite in het begin, dus dat deed hij super slim. Wat jullie, vond ik, een klein beetje liet liggen, alhoewel jullie het hem super moeilijk maakten, was dat Eertmans natuurlijk zegt, populisme geeft heel veel mensen een stem. Maar tegelijkertijd heeft de erfenis van Fortuyn er misschien ook wel voor gezorgd dat mensen met migratieachtergrond zich weer minder thuis voelden in Nederland. En dat pakte Sarah op een gegeven moment heel slim op, wat denk ik een beetje bleef hangen in het debat. Dus dat vond ik super knap. Dank je wel. Heel goed gedaan allemaal.